me again. Hele goede morgen. Het is vandaag zover. Vandaag ga ik verhuizen. Oh nee, ja, ik ga niet officieel vandaag verhuizen. Maar vandaag komen ze de spullen ophalen. De verhuis team komt. Ik doe even het licht aan. Mijn kerstlichtjes, zodat ik een beetje licht in huis heb. Maar de verhuis, team komt, komen mijn spullen halen. Ik heb gisteren, de afgelopen drie, vier dagen, heb ik gewoon dingen met mijn vriendinnen gedaan. Alles ingepakt. De lampen natuurlijk. De televisie is eraf. Dus even hier komen staan. Zo ziet mijn huis eruit. En vandaag komen ze dus met een container, zoals ik al vaker heb gezegd, komen ze alle spullen halen. En dan gaat het naar Curaçao geshipped worden. En ja, hoe voel ik me? Ik voel me echt zo, ik weet niet, ik zeg heel eerlijk, ik heb nog geen tijd gehad. Nog steeds niet, om mezelf een type V te voelen. Maar ik voel me wel een type V. Ik was gisteren aan het inpakken en op een gegeven moment dacht ik, ik weet niet, kreeg ik zeg maar zo'n wake-up call, ik weet niet hoe ik het moet noemen, van Nian, je gaat verhuizen. En het deed heel even pijn in mijn hart en ik keek zo rond en ik kreeg even heel snel flashbacks van, van hoe Boetje en ik hier in het binnen waren gekomen. Hoe het was, onze, weet je, het is zo raar, normaal zie je dat in een, hoe je andere mensen erover praten of zie je het in de films en zo, let niet op de rommel daar, maar, normaal hoor je dat en maak je dat niet direct zeg maar mee. Maar in dit geval maak ik het mee. Je krijgt echt die flashback en je krijgt echt van een soort van, oké, wat ben je eigenlijk aan het doen? Is dit de juiste keuze wat je nou aan het maken bent? Weet je zeker dat je naar Curaçao wil gaan? Weet je zeker dat je dit alles achter wil laten? En toen dacht ik van ja, ik weet het wel zeker. Gewoon... sommige mensen vragen mij, Nian, ben je niet gewoon aan het vluchten voor de situatie waar je in zit, omdat Rochendo er niet meer is. En misschien is het ook wel een beetje vluchten, maar het is vooral van, wat is nou het beste voor mij en mijn kinderen? Om hier te blijven is niet het beste, want ik heb hier niks meer. Sinds dat Rochendo weg is, het voelt niet meer als thuis voor mij. Het voelt niet meer, weet je, ik heb dit allemaal met hem opgebouwd en... Als ik bepaalde steun had bij bepaalde mensen, zou ik ook niet weg zijn gegaan. En de mensen die mij steunen, die weten zelf wie ze zijn, dus ik hoef ze niet op te noemen. Maar er zijn gewoon bepaalde mensen die me gewoon echt in de steek hebben gelaten. En hoe je het keert of draait, ik heb hun hulp nodig om overeind te blijven te staan. Want of ik het nou wil of niet, ik ben nou gewoon een alleenstaande moeder van 4... Ik ben van een 2-ouder gezin naar een 1-ouder gezin gegaan. En I need help. Maar ik heb niet zomaar hulp nodig van instanties en zo. Nee, warmte, familie. En ik kan bij bepaalde mensen, bij vriendinnen en zo, kan ik natuurlijk altijd terecht. Bij mijn moeder, bij mijn zusje.
Maar ze hebben ook gewoon hun eigen leven. Weet je, ze hebben ook gewoon hun vriendinnen, vrouwen hebben ook gewoon hun kinderen. Moeten, zijn bezig met twee banen, met school, met werk, met stage. Met, dus, like, ja. Ja, het was een moeilijke beslissing. Vooral voor Giovanni ook. Dat is ook de reden waarom ik hem heb meegenomen. Zodat we het samen gewoon kunnen afsluiten hier. But it hurts. Het doet echt veel pijn. Dat gewoon binnen een jaar ben ik gewoon zoveel kwijtgeraakt. Maar heb ik ook zoveel drastische beslissingen moeten nemen. Nooit gedacht dat ik hier zou staan en dit zou zeggen. En dit, dat het zover zou komen. Maar het is zover. Het is zover. Ik weet niet. Ik wil graag huilen, maar ook weer niet. Ik wil graag lachen, maar ook weer niet. Ik wil graag. Ik weet gewoon niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik voel. En ja, ik weet het gewoon niet. Maar goed, nu ga ik mijn zusje naar werk brengen. En dan kom ik terug om een meneer op te halen. Die voor mij zeg maar de lampen en zo verder eraf gehalen. En dan is het denk ik ondertussen 9:30, 10:00. En dan zijn de mensen er ook al. Zo, ja, ik ga jullie vandaag meenemen. En ja, laten we hopen dat alles gewoon goed gaat. En als deze twee dagen, want ze hebben dit voor 2 dagen ingepland. Als deze 2 dagen gewoon voorbij zijn, dan voel ik mezelf ook wat rustiger. En dan kan ik ook gewoon, even kijken, waar heb ik mijn auto geparkeerd ook alweer? Oh ja, aan de kant. Ja, dan voel ik mezelf wat rustiger. En dan kan ik gewoon de laatste 2,5 week genieten van Nederland. En dan ga ik gewoon terug naar Curaçao, naar mijn baby's, naar mijn andere kinderen. En dan, ja, ben ik hier weer met vakantie ooit. Nee, niet ooit. Volgend jaar ben ik sowieso hier met vakantie. Ik zeg je wel heel eerlijk. Een van de grootste moeite en pijn wat ik heb om hier achter te laten is toch wel voor mijn gevoel Bucci. Want hij ligt hier. Ook al is hij er niet meer, maar zijn lichaam ligt wel hier. En daar heb ik al heel veel moeite mee. Ik weet niet hoe ik daar mee kan leven. Ik weet het gewoon niet. Dat is wel iets. Maar aan de andere kant denk ik ook van, ik moet ook door. Ik ben nou aan het overleven. Ik ben nou aan het nadenken van, oké, wat moet ik doen om even mijn kinderen te zorgen? Wat moet ik doen om staande te blijven en niet zeg maar neer te vallen? Wat moet ik doen om bijvoorbeeld te providen? Dus dan ben ik heel de tijd aan het nadenken. En het doet iets met je hoofd, want je bent heel de tijd bezig. Maar aan de andere kant, Het houdt me ook op been. Het houdt me staand. Om staande. Dat, het houdt me staande. Om zo te blijven nadenken. Want ja, het houdt me actief. Het geeft me geen tijd om sip te zijn. Of in een weet je, helemaal kapot te gaan. Ik ga wel kapot van binnen op mijn moment. Op mijn, weet je, mijn tijd wanneer ik alleen ben. Maar daarna moet ik opstaan, want ik moet doorgaan. Ik moet nadenken, Niani, hoe ga je deze 4 kinderen te eten geven? Niani, wat ga je doen om deze 4 kinderen gelukkig te maken de komende maanden? Weet je, het is een hele plan. En ja, ik ben Giovanni aan het zoeken. Let niet op de rommel op mijn bed, maar ik kan Giovanni niet vinden. Dus toen dacht ik, ik was de hele tijd aan het roepen, Giovanni, Giovanni, Giovanni. En kijk eens wat ik heb gevonden hier. Dat is een goede opbergplek, ja. Zit je echt zo lekker hier? Ja. Maar je was altijd aan het kijken? Mm-hmm. En toen is ze weggegaan? Mm-hmm. Oké. Okay. Nou. Doe maar even zettig. Nee, mama. Doei. Mama. Doei. Hoe ik eruit zie, zo voel ik me. Ik ben moe. Maar ze zijn dus bezig met het inpakken van mijn spullen. Dit is een televisie. Dit is een televisie. Dit is een televisie. Het gaat van groot naar klein. Dit is een bank. Stoelenbank. Dozen. Het is echt veel, man. Ik ben moe. Ik begon naar mijn moederhuis gaan. Ik wil gaan slapen. Ze zijn al bezig met het bed. Om daarna de grote kast. En dan zijn ze klaar. Dan komen ze morgen terug om alles in de container te laden. Thank you.
Het is toch 5 of 6? Ik weet het niet eventjes niet meer. Maar vandaag wordt alles meegenomen. Jullie hebben net de container gezien. En ja, yeah, it's gonna be... Ik weet niet hoe ik het erbij moet voelen. Ik ben heel lacherig en alles, maar het is helemaal niet lacherig. Maar ze moeten dus nog mijn bed inpakken en een matras. Een box van Naya en een kastje van Naya. De rest zijn allemaal ingepakt. Ze zijn al bezig met mijn eettafel, tapijt. Het gaat ook allemaal mee. Nee, maar ze zijn super lief, aardig. Ze werken goed mee. Ze communiceren goed met jou. Tot nu toe is het gewoon een 10. Oh nee, 9,8. Want ze hebben mijn plank van mijn kast kapot gemaakt. Maar dat is niet expres. Maar dat is het risico die je kan nemen, die je neemt. Oh, ik ben moe. Dit is de container, jongens. Wat is het? Wat is het? Later rijden. Ik hoop dat alles in past. En nou, in de garage zijn we bezig. Een paar spullen mee te nemen. Alvast. Deze mensen doen zo goed hun werk, dat is gewoon niet normaal. En misschien denken jullie van, maar hé, hey, je betaalt hun toch, dus waarom doe jij ook helpen? Ik weet niet, man, ik ben gewoon zo, ik kan niet stil blijven staan. En dan alleen maar toekijken, dat kan ik niet. Dus dat is de reden. Allemaal kleren van Gucci. Dit zijn ook allemaal van Gucci. En dit, toen hij net overleden was, ik was natuurlijk zwanger, ik had mijn stress, mijn hormonen, mijn emoties. Ik heb alles in de koffer gedaan. En nu neem ik ook alles mee naar Curaçao. En dan kan ik ze 1 voor 1. Ik weet niet wat ik ze ermee ga doen, maar ik ben nog niet klaar om ze weg te geven, om weg te gooien of wat dan ook. Dus ik neem ze gewoon met me mee, alsof hij er ook nog is. Ik was dan fuck echt eng. Niet schuilen. Nee, ik schuil het niet. Het is heel eng. Als je daar op zou zitten, zou je huilen. Tuurlijk, en jij? Nee. Zou je huilen als je daar op ging? Een kleine update. Dit is het allemaal een beetje. En we moeten nog dit. We moeten nog dit allemaal. Er zijn mijn decoratiespullen. Dus shout-out naar de mensen. Oh nee, niet shout-out. Voor de mensen die mij willen inhuren. Ik ben in te huren op Curaçao. Perfect Touch by Yandy. Gaat overseas. Gastuk. Nee, voorlopig ga ik dat niet doen. Maar ik heb gewoon allemaal decoratiespullen. Zoals jullie zien. En ja, ik hoop dat ik het gewoon binnenkort weer een beetje kan oppakken. Ik neem natuurlijk mijn kerstbomen mee. Ik heb er 2. Ik heb mijn huis is nou groot genoeg om 2 kerstbomen te plaatsen. Dit moet ook mee. Dat is van mijn bed. En kijk, er zijn allemaal nog fotolijstjes. Nova's Barbie dinges. Dat zijn mijn banken. Decoratie backdrop. Mijn letters. Ja man, hier moet nog tafel komen. Hier moet nog Naya's babybedje komen. Naya's commode. Dus ik ben super benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want we hebben echt weinig plek over. Dus ik vind het echt super spannend eigenlijk. Struggle is real people. Look, kijk hoe... Ik vind het super eng. Maar ze zijn echt de bom. Ze zijn echt de bom. Dus de laatste dingetje. Hopelijk gaat het passen. Kijk uit voor je arm. Ja.
Een hele goede morgen. De dagen beginnen steeds dichterbij te komen. Het is nou mijn laatste week hier in Nederland. En ik heb deze week genomen voor afscheid van mijn vriendin. Dus ik heb elke dag wel iets met een vriendin gedaan. Maandag moest ik sleutelen leveren. Dinsdag werd ik verrast. Ik zal zo meteen allemaal Snapchat filmpjes erin zetten. Dinsdag werd ik verrast door een vriendin bij haar huis met allemaal leuke dingen. Ik word weer opnieuw ten huwelijk gevraagd. Gisteren ben ik gaan lunchen met een vriendin en toen ben ik met een andere vriendin naar de bios gegaan en toen ben ik gaan uiteten. Ik heb voor mezelf hotel geboekt omdat ik, ja, dat deed ik ook gewoon toen ik woedje nog had, deed ik gewoon, weet je, om even bij te komen, even een hoteltje boeken voor een avond. En bleef woedje lekker met de kinderen thuis. Dus ik had zoiets van, weet je, Niandi, je hebt het verdiend. Ik heb echt hard gewerkt de afgelopen bijna vier weken. En ja, als ik straks naar Cura ga, ik weet niet of ik dat zomaar kan doen, 1, 2, 3, eventjes voor een avond een hoteltje boeken. Ik denk het niet. Dus ik dacht van, pak je kans. Dus dat heb ik dus gedaan. Dus ik zit nou lekker bij Van der Valk Hotel in Tilburg. Ik ga zo meteen opstaan, douchen en dan ga ik naar de IKEA met een vriendin van mij. En dan gaan we gewoon een leuke dagje hebben. En dan ga ik vanavond uit eten met een andere vriendin van mij. Morgen heeft Stefano afscheid van zijn school. Moet ik ook even gaan kijken wat ik daarvoor ga doen. Weet je, ik heb zoveel ideeën, weinig tijd eigenlijk. Dat is zo bizar. En even kijken, zaterdag ben ik weer met een andere vriendin. Zondag gaan we met alle vriendinnen uit eten. Maandag heb ik concert van Jay. En dinsdag ben ik weer op Curaçao voor de komende maanden. Ik kom natuurlijk wel op vakantie hier, maar hè, ik ga me vandaag officieel ook uitschrijven uit Nederland. Ik vind het zo spannend, en dat wil je gewoon niet weten. Ik vind het super spannend. Maar het gaat goed komen. Ik heb ook een hotel gepakt of geboekt. Omdat ik gewoon wilde reflecteren van hoe het is gegaan de afgelopen maanden. Wat ik nog wil. Weet je, er zijn zoveel veranderingen gekomen. Maar welke veranderingen ik nog erbij wil of juist niet. Want ik denk van oké, Jannie, nu is het goed. Is het gelukt? Nee. Want ik viel als een... Ik kwam terug van uit eten. Ik begon al te gapen toen ik aan het eten was. En toen vroeg mijn vriendin van, wil je een toetje? Wil je nog een cocktail? Ik zei, ja, nee, ik wil gewoon weg. Ik wil gewoon naar het hotel. Ik ben moe. Ze zei, ja, laten we gaan. Dus het was wel super gezellig, maar ik viel echt meteen in slaap. We wilden gisteravond ook gaan zwemmen. Alleen, ik hou sowieso niet zo van zwemmen. Maar zij wel. Dus ja, dus zodoende.
Dus hier lig ik dan. En ja, ga zo meteen opstaan. En dan gaan we weer verder met de dag. Welkom bij een nieuwe dag. Dit is vandaag zondag. En over 2 dagen vertrek ik naar Curaçao. Ik heb net etentje gehad. Van mijn vriendinnen. En we hebben allemaal onze tips en tops gezegd. Ik heb ze natuurlijk verteld waarom ik zoveel van ze hou. En wat ik van ze ga missen. Ik heb expres niet gevlogd. Want ik had zoiets van, het was gewoon een beetje quality time with us. Een beetje privé. Ja, niet privé. Maar wel gewoon ja, onze moment samen. Maar dus dit. Ik ga dit binnenkort achterlaten, jongens. Maar ik heb er zin in. En we gaan ervoor. Ik heb zin om een keer Curaçao te gaan. Jesus is Lord, verdad? Nee, maar ja. Nee, maar haar naam staat er keigroot op. Dit is de grootste young bulk. Ja, jij? Ze ziet eruit als een bad bitch. Ik heb niet gehaald, kijk. Nee. En dit is dan ook een grote young bulk. En deze hier is ook een grote jank. Ik heb ze allemaal laten huilen vandaag. Behalve Quina en Tara. Ik weet niet, volgens mij hebben ze geen gevoel of zo. Ik weet het niet hoor. Laura heeft ook gehuild. Ja, daarom. Dat zei ik. Behalve Quina en Tara hebben we niet gehuild. Heeft Laura gehuild? Ja. Nou heeft traantjes gekregen. Oh ja, traantjes. Zo brak je je keel. Doe live voor de internet. Zo, ja. Ik ga nu mijn zoontje ophalen. Dan gaan we lekker naar huis. Mijn huis is een bende. Ik moet gaan beginnen met inpakken. En ja, ik heb vandaag trouwens mijn auto ook verkocht. En ja. Ja. Kom maar, vraag maar. Dankjewel. Oh, Jessie. Kom maar, vraag maar. Ja? Ja, rij maar hoor. Ja hoor. Ben je de begin of zo? Welkom bij een nieuwe dag. Dit is de dag dat wij terugvliegen naar Curaçao. Hoi. Giovanna en ik vliegen terug naar Curaçao. Maar we moesten om 1 uur vliegen, maar we hebben vertraging. We vliegen nu om 12:30. Dus we komen echt vet laat aan. Maar maakt het uit. Ik ga naar je lekker knuffelen. Cria stea cu cobo, but un fila. Badia cu mi muri, ba mi iuna-ntina-n vida.